Here we go! Afgelopen woensdag, 18 augustus 2021, was er weer een nieuwe Pokémon Presents. Als je niet bekend bent met Pokémon Presents, vaak betekent dit goed Pokémon nieuws. Want met deze video werd niet alleen het startschot gegeven voor de derde Ultra Unlock in Pokémon Go, maar ook over twee lang verwachte nieuwe titels voor Pokémon op de Nintendo Switch. De eerste daarvan, Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, oftewel de remake games van Pokémon Diamond en Pokémon Pearl op de Nintendo DS, die al 19 november 2021, jawel, dit jaar nog, naar de Nintendo Switch komen. Met deze games ga je uiteraard weer terug naar de Sinnoh-regio, waarin je vanaf je hometown begint, je starter Pokémon kiest, gyms verslaat en onder andere tegen Team Galactic vecht om uiteindelijk de kampioen van de Sinnoh-regio te worden en jawel de legendarische Pokémon te vangen. En die terugkeer naar de Sinnoh-regio is meteen een mooie brug naar de derde, of eigenlijk tweede, aangekondigde titel voor Pokémon, Pokémon Legends Arceus. Ook deze game gaat terug naar de Sinnoh-regio, maar dan vele jaren voordat de Sinnoh-regio, zoals we hem in de huidige staat kennen, bestond. En als ik het goed begreep, werk je hier juist samen met Team Galactic om de band tussen Pokémon en mens te onderzoeken, te verbeteren en ja, in kaart te brengen voor de Pokédex dus. En dat is waar het hele spel zich op baseert. Nou, en dat gecombineerd met uiteraard de kracht van de Nintendo Switch zorgt voor de misschien wel meest lang verwachte Pokémon titel ooit, namelijk een RPG en een open world game in één. Nieuwe Pokémon, nieuwe battle mechanismen, maar vooral nieuwe gameplay. Kortom, een hele nieuwe Pokémon ervaring op de Nintendo Switch vanaf 28 januari 2022. Ook vrij snel en vooral kort op de release van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Uiteraard linkjes van de video's in de beschrijving voor als je het na wilt kijken en ook geluid van de officiële commentaren wil horen. En heb je die video al bekeken of ga je hem nu kijken, dan ben ik uiteraard heel benieuwd wat jij denkt en gaat doen na het zien van deze trailers. Ik ga zeker een van de varianten kopen van Pokémon Brilliant Diamond of Pokémon Shining Pearl. Meer informatie daarover in de vlog van morgen. Maar ga ook zeker Legends Arceus kopen. En hopelijk ook beide spellen spelen op dit kanaal. Dus kijk daar zeker naar uit. Wat ga jij doen? Dat is de vraag van vandaag. Ik ga nu stoppen. De video editen, etc. Hartstikke bedankt voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Dat wordt zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.